Kom met je jurk en met al die mensen hier naartoe. Linda Wagenmakers. Is het lang geleden? Is het lang geleden? Dat we dansen, want wij zijn hier. Is het lang geleden? Is het lang geleden? Thank you very much. Thank you. Okay, so next Sweden. Yes. Yeah. In May. Yeah. One more. Hallo allemaal. Goedemorgen allemaal. Hey! Je zwinkelt zo, hè? Zo, ah, zo. Ga shoppen. De Chanel-tas, dankjewel. Hey! Linda, ben je er helemaal klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Ik heb mijn tandenborsteltje en alles heb ik ingepakt. En als het goed is, zijn alle spullen ook ingepakt die mee moeten hebben. Dus we gaan. Oh, dat is mama. Soms ben ik heel erg zenuwachtig, maar dat heel even. Als ik er even aan denk, maar dan probeer ik zoveel mogelijk te onderdrukken. Ja, dankjewel. Maak er nog eentje, jongens. Ja, ik denk dat soms wel een beetje. Als zulke mensen zie ik, dan doe ik de mijne op die oude. Alles van uitgaan, ook vooral met de repetitie op het toneel. Als dit gebeurt, is niet erg. Tarata en door. Niet blijven kutten met een shirtje wat niet af wil. Ja. Ja, bij mij is het geen probleem. Waarom doe jij het niet? Bijna. Je stopte. Je moet bewegen. Ja, je moet bewegen. Het zag er heel zielig uit. Ik krijg het ook niet kwijt. Yes, mijn armen stoppen hier, kijk. Het is natuurlijk een act waarin je in 3 minuten moet vertellen dat Linda een relatie heeft die niet goed gaat. Maar wat ze wil is dat ze zegt van we gaan niet uit elkaar. We proberen het nog een keer. En dat kun je dan bloedserieus gaan zingen in een zwarte jurk. En dan denk ik van begrijp je. Maar dan denk ik nee, het is een simpele boodschap. Maak er een feestje van, het is een songfestival. Nou, in de eerste instantie hoor ik een beetje die discussie zo bij de Nederlandse delegatie. Dan denk ik van, oh ja, oh, het gaat te ver. Het is weer... Maar wat zeggen ze dan? Het is weer niet goed. Ja, die shirts, dat gaat over de top. Want dan slaan we de plank en dan mis je een bepaald publiek, want die haken af. En wat ze eigenlijk zeggen, in mijn gevoel, van je hebt een goede act. Ga nou, blijf nou Nederlands, ga nou niet over de top. Duitsland trekt ook een shirtje uit, die meiden. En iedereen gilt, iedereen vindt het beeldig. Terwijl in Nederland denk ik, is het altijd zo, je moet altijd je inhouden. Het is heel belangrijk dat je, voordat het allemaal gaat gebeuren, dat je ook de pers een beetje op je hand krijgt. En dat is toch wel iets waar je rekening mee moet houden. Dus en je hoe moet doe je elke dat? Dag. Ja, je moet in ieder geval zorgen dat je opvalt al gelijk. En vanavond is het dus het feest van. De officiële ontvangst. Mm-hmm. En nou ja, daar gaan we natuurlijk ook al helemaal op camp. Dus zodra wij binnenkomen, moet het dus gelijk bam, alle aandacht op ons zijn. En dat is, hoe je dat gaat bereiken, daar moet je dus van tevoren echt goed over nadenken. Kun je me even helpen dat het bandje zit scheef? Slaan, ja. Het schijnt zo te zijn dat ik vanavond de enige ben die in gala is. Dat was dus ook de bedoeling. Tenminste, het was de bedoeling dat ik de aandacht zou trekken. Ik zat dus heel erg te twijfelen, want dit is natuurlijk wel de statement van het jaar natuurlijk, hè. Ja.
You look great today. Thank you very much. Really? Where are you? Macedonia. I'm a little bit, you know, like, because I'm gonna be probably the most flashy one in the party tonight. Here we go. Gorgeous. Celebrate the new millennium of love. Where our footprints leave a harvest. Linda, excuse me. Hello. Hi. Hello. Hi. You are so beautiful. How old are you? I'm 24. Mm, that's perfect. Linda, I will come to you afterwards, sure. After the guys. Sure. That's fine. Rock and roll. Danielle. Op succes! Yes! En nog eentje? Maar ze vertrouwen mij en dat geeft ook een soort iets van... Make-up is een soort vertrouwenskwestie. How are you? I'm fine, you look beautiful. Thank you very much. You're one of the favorites actually. So are you? Yeah. And you're on before you're us, like, we've got to follow this. So we discussed how it's supposed to be, you know, all the shots and everything, in the light, in the background. Linda Wagenmakers. So good. Yeah. I liked your act. I expected you say, I like your ass. Well, I haven't seen your ass, my okay, dear. Okay, look at it. What do you think? Where are you from? I'm from Holland. Holland? Yes. Dat is wel wat ik steeds tegen Linda heb gezegd. Laat je gewoon, dat klinkt lullig, niet gek maken. Nee, maar zorg in ieder geval dat je, dat is iets waar ik aan terugdenk. Ik heb er te weinig van genoten. Valt het door die door? Ja, eigenlijk besef ik dat nu. Ik dacht toen dat ik er echt van genoot. Maar waar bijvoorbeeld, dat wij bijvoorbeeld in Japan waren, waren we heel groot daar. En als ik terugdenk, denk ik, wat heb ik daar eigenlijk weinig besef van gehad. We waren natuurlijk ook een stuk jonger en we hebben daar zo hard moeten werken. Dat ik terugdenk van, ik had er eigenlijk meer van moeten gaan genieten. En daarom, dat vind ik jammer dat we zo jong waren. Want ik denk, hadden we het maar bewuster meegemaakt. Omdat ik, wat ik tegen haar zeg, zorg dat je alles in je opneemt. En dat je bewust bent van alles en geniet ervan. Zorg dat het bovenop staat. Schoenen heb ik bij. Ik heb schoenen van Gino. Oh, ik heb jouw schoenen. Oh, de telefoon moet me nog eens. Schat, denken jullie daar eens na? Nee. Ik wil niet onaardig zijn. Ik kom weer heel onaardig over. Ik hoor het, ik voel het. Maar waarom zou jij nou eigen schoenen hebben? Waarom? Ja, he? Andere. Voor donderdag. Precies. And stand by, please. De keer werd ik dus meegesleurd naar achter in mijn jurk en het was even dus we moesten even bedenken met qua timing en zo, moesten we helemaal even nadenken hoe het nou wel in moest weer. Hoe ging het, Esther? Goed, ik heb in de zaal lekker gezeten. Het was natuurlijk de eerste keer dat ze op het podium stond. Nou, met voor mij was het even heel belangrijk om te kijken wat voor basis ik voor de gebruik van het licht. Maar het licht zijn we nog niet helemaal uit, dus... Maar ik kan wel al zien dat het goed is. Maar wat zijn dan de keuzes aan basis die je hebt? Nou, vetbasis of de huid is wat droger nu, dus dan ga je toch een iets vettere make-up gebruiken. Perhaps the symbolic thing of the dress that she's going to wear underneath, you didn't see that yet, is that it's going to be a waterfall of trains. Waterfall of trains. Tears. Sorry. Veel dingen zijn te ver weg geschoten, waardoor je gewoon alleen maar een witte vlek ziet.
Het licht is te weinig, waardoor wij willen het overbelichte hebben wat we in Ahoy hadden. En nu zie je alleen maar kreukels in de kleding. Maar snappen zij dat als je zegt dat je het overbelicht hebt? Ah, hij knikt heel vriendelijk, ja, de hele tijd. Ja. En dan ga ik woensdag zien of dat verandert. I was wondering, Linda, who made up the strip act for the boys and why? I did, I think. Yeah, I think Jan did make it up. Well, we really want to keep surprising, so we thought, you know, we have to do something nice. I just thought when the strip at the end is very nice, but it may be just too much cream on the cake, you know. Yeah, well, we've been thinking about it. And we like cream. And cherries. Lots of it. And cherries. But not too much. Less can't is, have less enough is, cream. Less is more. Now less is a bore. Leuk. Jan weet als geen ander hoe het zit in de showbiz. Oh, leuk. En leuk. Hij weet alles van appearance en je en hoe niet. Je jezelf moet laten overkomen. Groetjes van Len. Nou, ik zal hem nu uitzetten. Stel, je zou eindigen op de 16e plaats. Ik denk niet dat ik dat zou verdienen. Nee. Ik zou niet per se hoeven te winnen. Dat zou ik niet erg vinden als ik. Maar toch wel een beetje een goede plek. Ja, dat zou toch wel lekker zijn. Ik zat er net over te denken, wat vind ik daar nou van als we 16e? Daar heb ik helemaal niet over nagedacht. Ik ook niet. Moet je kapper even, jongen. Het is al begonnen, maar ze doen helemaal niks. Zo'n nummer is het, je kan er ook niet echt veel op doen. Ja, nu gaan ze. Stap, tik, stap, tik, stap. Ik heb nog heel veel dromen. Ja. Ja, maar niet alleen maar op artistiek gebied hoor. Ik wil nog zoveel doen. Dingetjes ontdekken en zo. Waar hoop je dan over 10 jaar te zijn? Met je leven? Dat ik nog steeds aan het dromen ben wel. Ik denk dat het toch wel nodig is. Dat je nog uitdagingen hebt, daar heb ik wel nodig, geloof ik. Als dat er niet meer is, dan vind ik het wel een beetje saai worden. Ja, maar ik vind uitdaging, dan weer ga ik de docent spelen. Okay. Uitdaging, dat is weer typisch zoiets waar ik van denk van ja, dat is een woord als je jong bent. Ja. Ja, ik vind het namelijk geen uitdagingen meer. Dat wil niet zeggen dat ik niet uitgedaagd word om dingen leuk te maken. Maar ik heb ook al wel eens geroepen, kijk, in dit vak moet je het leuk vinden om constant in een crisis te liggen. Want anders hou je niet vol. Maar het is wel spannend om te ontwerpen en te proberen om uit dingen te komen. En dat dan die oplossingen ook te vinden. Dat blijft spannend. Nou, ik vind gewoon, maar ik heb maar niet ik vind iets het van, niet zo, ik, vind dat ik, een ik moet meer van iets bewijzen aan mezelf en dat vind ik een uitdaging. Waarom wil je wat aan jezelf bewijzen? Dat weet ik niet, zo zit ik in elkaar. Oké. Okay. Wat is nou het ultieme wat je kan bereiken in jullie vak? Toch een hoofdrol vertolken, denk ik. Voor, ja. Heeft Linda dan eigenlijk alles bereikt wat mogelijk is? Nee. Maar ze nee, gaat ik carrière veranderen natuurlijk op dit moment. Ja. Maar... Ja, ik denk dat zij daar niet, dus voordat ze kon denken van dat zou ik willen, denk ik, een hoofdrol doen, stond ze me al te doen. En dat vind ik, dat maak je eigenlijk zelden mee. Want toch, ja, ik ben 24, maar ik heb hiervoor ook jaren
van ik wil ergens naartoe en dat moet ik toch wel met stapjes doen gewoon. Dus. Stel dat ze volgend jaar aan jou zouden vragen, wil jij gaan? Ja, dan wil ik gaan. Ja. Hallo allemaal, ik ben nog steeds gewoon Linda, maar omdat we nu naar een feestje gaan en iedereen na gisteren opeens denkt dat ze moeten schijnen en glitteren, moesten we natuurlijk meer doen. Vandaar. Een nieuwe shirtje? Heel goed. Geweldige titel ook. Heeft er iemand kauwgom? Nee. Die moet ik uitdoen met jou. Ja, meneer de cameraman, hoe komt dit nou op camera over? Ja, meneer. Is dit een beetje leuk? Ben ik niet verschrikkelijk arrogant bezig? Wel, ze zien het toch. Dat het gewoon is alleen maar, dat het alleen maar bescherming is van een lief klein meisje. Dat ziet iedereen. Dat het alleen maar een muur opbouwen is. Ik kwam de hal binnen en toen zei ik, moet ik dat vertellen? Ja, vertel. De hal binnen en ik zag dus al die mensen klaarstaan om naar die receptie te gaan. Is het een receptie? Wat is? We gaan nu naartoe. Het is cocktailparty. Cocktailparty gaan we naartoe. En die stonden daar allemaal vreselijk opgedirkt in de hal. Dus ik dacht van, oh, die hebben gisteren Linda gezien. En die dachten van, wij gaan nu ook een beetje wat aan onszelf doen. Net een make-up, dus ik kwam boven glittertjes. Bij Linda en ik zei toen van, Linda, ze zijn allemaal in opgedirkte staat. Dus we zullen ook nog wat moeten doen, ben ik bang. En toen zei je... Nou, toen hebben we even een doos uit van de verkleedkist opengemaakt. Van, wat zullen we eens doen? It's changed in 25 years, hè, Stockholm. Ja, een beetje. It's grown. Ja, bigger. Ja. Ja. Dacht ik al. We have been in the Ericsson Hallen. When we have been 25 years ago, yeah. The year after ABBA, we won for Holland. Ja, yeah. Do you know the Ericsson Hallen? It was in a little, a small town from no. Outside from Stockholm. No, I don't remember. He was too young. Yeah. Ja. Die taxichauffeur van het vliegveld ook al, hè? Die was ook al te jong. Het schijnt in de Telegraaf te staan dat, dat er shirtjes uitgaan. De shirts gaan uit, is de kop. I want my people to be aroused and more. Take me to hip one. Jammer, ja, alles is veel werk, hè? Je weet, het gaat niks vanzelf. Esther, hoe lang ben je nou met de bezig geweest? Eertje. Eertje. Ja. Nederland wordt vertegenwoordigd door... Pons. Jolanda. Linda. En Richard. Yeah! Als we het doen, doen we het goed. Ja. There you go. Die persconferenties, nou, op laatste draait alles door, joh. Er komen zoveel mensen in één keer, dan denk je, moet ik alweer hetzelfde verhaal vertellen. En dat 100 keer in één week. Dat is moeilijk, hoor. En dan altijd weer lachen. En ik heb wel eens kramp in de kaken gehad. Gertie, lachen. Zeg, mag ik ook een keer gewoon kijken? Nee, lachen. Dan ging ik maar weer. We hebben echt, net als toen de tijd het Nederlands elftal, dat lukte ook alles. Zo was dat bij ons toen ook. En moet je geluk mee hebben. Alleen na een jaar ben je uitgeplust, hè. En iedereen heeft aan je getrokken, aan je verdiend. En dan is het over. Dan ben je... Weer weg. It's amazing! It's so nice! Oh. It's so nice! I'm stuck to you now. Wait. One second. I'm very attached to you. Jan, wat vind je van de jurken die je tot nu toe hebt gezien? Ik heb nog niet zo heel veel gezien. Nee? Hoe is het met de kleding van Linda zaterdagavond? Wat wordt het nou? Dat weten we vrijdag. Ik hoorde dat vandaag de Telegraaf al uitgebreid over geschreven heeft. En gisteravond SBS al dingen uitgezonden heeft. Dus ja, daar schrik ik een beetje van. Dus ik weet niet of dat ik me daar ga storen of niet. Nee, maar echt. Maar het stoort aan, me nu wel. Nou ja, dat het allemaal bekend gemaakt wordt. Oh nee, dat is fijn! Dat is mooi! Hey!
Je moet wel meedoen, hè? Er zit niks meer anders op. Maar ik ben wel gekomen. Ik ben je misschien geluk. Ik hoop het. Ik hoop het ook. Het meest besproken item de afgelopen week hier tijdens het Eurovisie Songfestival is natuurlijk de kleding van Linda. En één ding moeten we eerlijk toegeven, waar ze ook verscheen, welke cocktailparty, welk feestje, welke perspresentatie, ze zag er uitmuntend uit. Maar de jurk, welke jurk gaat ze nou zaterdagavond dragen? Ik weet niet of we erachter komen, maar we gaan in ieder geval een poging wagen met de man die verantwoordelijk is voor de gehele kledinglijn deze week hier in Stockholm. En dat is Jan Aartsen. Jan, goedenavond. Hallo. Nou, mond dicht en niet lachen. Dit is helemaal niks. Hey ma, hoi. We hebben het feest gisteren gehad, dat is ook heel leuk. Ja, dat ging heel goed. Ik was wel verkouden en dat had ik op de boot opgelopen. Ja, dat stond in de krant heel groot, maar het viel wel mee hoor. Ik bedoel, ik was gewoon een beetje oververmoeid omdat ik heel veel interviews achter elkaar moest doen. En toen wilde ook nog eens een keer de bladen wilde dat ik buiten ging staan op de boeg om foto's te maken. En het was heel erg winderig. Oh ja, en de shirts hebben we al veranderd. En als je kijkt, zou je zien dat het je veel beter bevalt. Ja, want ik zat er toch een... Nee, ik voelde mezelf ook, maar dat had ik toch tegen je gezegd. Ik voelde mezelf ook niet helemaal lekker bij. En toen dacht ik van oké, dus het is gewoon... De plaatsing moet dan gewoon anders. Het moet ergens anders of zo. En ik heb erover gepraat en we hebben nou een goede oplossing gevonden. Linda met No Goodbyes. Vanavond rond 8 uur gaat de eerste generale repetitie van start. En Helper Span volgt die repetities voor ons. Dames en heren, 25 jaar geleden, dan hebben we het over 1975. Het is echt niet goed. Het is echt volgens mij mazzel dat je wat anders moet spreken. Is het nog een pizza? Ja, dit is we gaan eerst even onze ogen dicht doen en dan denken we heel erg diep na en dan horen we dit. Ja, ja. Het is heel lang geleden. Welke hierna? Dingedong, is het lang geleden? Is het lang geleden? Oké, helemaal goed. Helemaal goed. Ja, mooi. Ja. Kettingje af? Ja. Kijk, ik was even aandrukken allemaal. Oké, jongens, go, go, go! Let's do it! Op tijd naar bed. Ja. Doei. Na de reclame is het zover en gaan we ervoor met z'n allen. Dus ik ben als tweede dus gelijk van het begin af kijken, alstublieft. Dag!